feestje te gaan. Ik dacht als ik daar nu nog heen ga, kom ik veel te laat aan. Dus toen ging ik aan de slag met wat plutonium. En met een kerngenerator en een flux condensator. Binnen no time had ik een tijdmachine klaar. Want als ik in de tijd kon reizen, was ik wel op tijd daar. Ik dacht voordat ik in de tijd reis, bel ik ze eerst even op. Ik kreeg een meisje aan de lijn en ik zei ik ben wat eerder op. En ze zei dat is raar, want je bent er al. Dus ik zei dat klinkt wat ongewoon, maar mag ik mezelf dan aan de telefoon? En heel kort daarna had ik mezelf aan de lijn. En vroeg ik aan mezelf, is het leuk daar te zijn? Nee, dit feestje is saai, zei de stem van mezelf. Dus ik zei dan kom ik niet, maar mijn stem zei kom maar wel. Want als je niet komt, dan kan ik je ook niet zijn. Dus je moet wel naar dit feest, anders ben ik er nooit geweest. Dus ging ik terug in de tijd, en toen kwam ik daaraan. Maar het feestje was zo saai, ik wou dat ik niet was gegaan. Was ik ook op dat feest. Dus kan ik twee keer zoveel in dezelfde tijd. Dus toen ik de was half had gedaan, was ik een tijdje terug in de tijd gegaan. Maar terug in de tijd was de was nog niet gedaan. Maar gezien ik daar ook al was, hebben we het samen gedaan. Toen
zei mijn andere ik, ik moet weer terug in de tijd. Maar ik zei, ach blijf toch hier, dat is ook veel leuker voor mij. En ik ben jou, dus dit wil jij ook. En daarna zaten we daar samen herinneringen op te halen. En ik zei tegen mij, waar ben je al die tijd geweest? Want als jij er gisteren bij was, was het wel leuk op dat feest. Dus toen gingen we weer terug in de tijd naar het feest, waar we de dag ervoor nog allebei alleen waren geweest. Yeah, en ik die daar al was, raakte compleet in de war. En vroeg waar komen jullie vandaan, en wij zeiden van één dag nadat jij bent gegaan. En we vroegen aan hem, ben jij door jou al gebeld? En hij zei nee dat nog niet, maar dat verwacht ik straks wel. Feest waren totaal verrast en zeiden wij wisten helemaal niet dat jij een drieling was. Ik zei nee dat klopt, dat ben ik ook nog maar net. Dit is roel A en dit roel B en ik ben dan roel C. Yeah, maar het feestje hield nu opeens een stuk eerder op. Want omdat we met z'n drieën waren, was het bier eerder op. Dus toen gingen we naar huis en we keken door het raam. En daar zagen we mij toen bellen voordat ik naar het feest zou gaan. Maar niemand nam op, want het festijn was voorbij. En dus ging die ik niet naar het feest en waren wij er nooit geweest. En we vervaagden spontaan en we keken betrut. En we baalden ervan dat het nooit was gebeurd.